Ik weet nu al dat jouw babytje dat ook gaat zijn. Niet gaan huilen. Nee, moet je echt niet huilen. Ja, sorry. En weet je al wat het hoort? Ja. Ja, ja. Dat was ongemakkelijk. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op killikkerissen.nl. Een extra video vandaag met een hele speciale gast. Mijn allerbeste vriendin Teerza. Hi. Jullie kennen haar misschien ook van de video waarin ik jou verrast heb. Toen kreeg je hele mooie sieraden. Welke heb ik nu om? Ook echt heel toevallig. En de ketting ook, ja. Ja, maar dat draag ik gewoon heel graag. Ah, dat vind ik echt heel leuk. Ja. En vandaag hebben we weer een speciale video, want... Teerza is zwanger. Ja, daar ben ik zo blij mee, natuurlijk. Vind ik zo leuk. Ik vind het zo spannend en het voelt een beetje alsof ik ook tante ga worden, want zij is ook echt een tante voor mijn meisjes. En ja, dat vind ik echt super leuk. En ik ga vandaag een zwangerschaps-Q&A met haar opnemen. En ik heb op Instagram gevraagd om vragen te stellen en ik heb heel veel leuke vragen gehad. En we gaan een aantal daarvan behandelen. Want ik vind het super leuk dat mijn vriendin zwanger is en om over zwangerschap te kletsen en zo. En dat ik het nu bij jou mag meemaken. Dan een rol omgedraaid. Hè? Ja. Zij heeft al mijn perikelen altijd meegekregen en nou is het andersom. Nu is het andersom. De rol is dan omgedraaid. Even kijken, de eerste vraag: waar wij elkaar van kennen. Weet je nog? Ja, natuurlijk. Van de middelbare school. Ja, we zaten bij elkaar bij maatschappijleer en Duits. Nee, ik had ook maatschappijleer. Dat zeg je iedere keer. Ja, voor ik dat is helemaal niet waar wat hij zei. Voor ik voel maatschappijleer bij meneer Dielissen. Nee, die heb ik nooit gehad. Alleen Duits. Duits? Dat zat je achter mij. Je was je zo heel de tijd aan het praten en zo. Dan keek ik zo weer in Duits. Ja, jij was natuurlijk super geïnteresseerd in Duits. Sowieso. Niet. Nee, maar de maatschappijleer, dat zeg je altijd. Maar ja, dat voor mijn gevoel. Ik heb heel veel herinneringen aan maatschappijleer. Maar daar was je niet eens bij. Nee, maar daar is het ontstaan. En we zijn nu hoeveel jaar verder? Ja, ruim 10 jaar. 10 denk ik wel. Ja. En... still together. Still going strong. Ja, daar kennen we elkaar van. En Teerza is een topvriendin. En ook echt een super lieve tante voor mijn meisjes. Dank u. Dat was ongemakkelijk dit. Maar het is wel lief dat je het zei. Dank je wel. En toen in één keer, hè, dat is de volgende vraag. Hoe heb je Kelly verteld dat je zwanger bent? Ik dacht al dat ze het wel door zou hebben. Want ja, zei ik, je gaat Kelly kind maar gewoon heel erg goed. Het was gewoon op een maandag was ik vrij, ging ik samen met Wies, mijn vriend, gingen we hier naartoe onder mond van gezellig koffie drinken. Ik dacht al. En toen, ze had het al lang aan mij gezien eigenlijk. Dus ik moest een beetje pokerface, is het een beetje koetsen en koffies en hoe is het? En met de kids een beetje knuffelen en spelen. Ja, en toen moest ik natuurlijk wel gaan zeggen, want ja... Ik dacht van, komt het nog? Ja, precies. Dat was een beetje zenuwachtig op de bank wel. Ik was ook wel zenuwachtig. En Wies dacht, wanneer ga ik nou zeggen? Maar ik had gewoon een heel schattig kaartje met daarin de eerste foto van Echo, hè. En dan uitgerekende datum een beetje zo. Dat had je aan Lana gegeven. Ja, en Lana ging het dan aan jou geven. Ging het samen openmaken. En toen moest je echt heel hard huilen. Ja, ik heb zo hard gehuild. Dat was echt... Ja, ik wist gewoon al een paar weken, of tenminste een paar weken had ik het door. Wij zien elkaar elke week. Ja. Dus laten we zeggen dat het bij 7 weken of zo... toen had ik jou al 3 keer gezien of zoiets. En... ik had het gewoon zo door en ik dacht echt van, komt het nog? En ik snap dat je het pas vertelt, als het goed zit allemaal zo, dus dat hoeft ze toch helemaal niet te vertellen. Maar ik wist het gewoon. Dus toen ze zei op een maandag, kom even koffie drinken, toen dacht ik, oké. Ja, en toen kwam ik hier aan, zat je echt met zo'n big smile in de auto. Ja, maar ik kan ook helemaal niet liegen eigenlijk, en sowieso niet tegen jou. Ja. Je prikt er gewoon zo doorheen. Ja. Dus ik dacht, ja, hoe sneller ik het vertel, hoe beter het is. Want als gaat het alleen maar ongemakkelijk worden en je wilt heel graag tegen jou vertellen. Ja, dus dat was echt het mooiste nieuws van het hele jaar gewoon. Kijk. En straks natuurlijk als ik gebeld word, als het kindje geboren wordt. Ja, precies. Dat zou ook leuk zijn. Hoeveel weken ben je? 24. Ja. Dus een mooie grens behaald al. Zeker, ja. Daar ben ik heel blij ook mee. En weet je al wat het hoort? Ja! Tadadadam! Een jongetje. Yay! Super blij mee. Tenminste, super blij. Als het een meisje was, was natuurlijk ook super blij. Net zo blij hoor. Net zo blij. Maar ik vind het zo speciaal omdat ik zelf 3 dochters heb. En ik altijd als ik in de winkels ben, ik zie jongenskleding. Denk, dit vind ik zo leuk. En dit vind ik zo schattig. En dit vind ik zo leuk. En ik kan er nooit iets mee. En nu kan ik gewoon los voor jou, babytje. Stop die pinpas maar. Janiek, als je kijkt, stop haar pinpas, alsjeblieft. Gaat die goed komen? Komt niet goed. Hoe voel je je? Heel goed eigenlijk. Ja. Ja, ik heb echt een rare klachten of zo. Of ongemakkelijk, nog niet in ieder geval.
voel me gewoon heel goed en ik hoop dat het heel lang zo mag blijven eigenlijk. Ja. 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 Ja, je straalt ook heel veel positiviteit en rust. En ja, maar voel me echt heel goed. Dus ja, dat gaat vanzelf dan, denk ik. Hoe bereid je je voor op de bevalling? Jij bent natuurlijk mijn hotline. Nee, maar ja, we praten wel veel over natuurlijk. Maar ik lees ook wel wat. Niet heel veel eigenlijk, omdat je, ja, ik weet niet. Het is ook moeilijk, tenminste dat vond ik altijd moeilijk, van je weet toch niet hoe het gaat. Nee, bij iedereen is het toch anders en het gaat nooit zoals via het boekje gaan. Maar ik heb wel ingeschreven voor een cursus. Gewoon één avond en dan ga je gewoon belangrijkste doornemen. En ook wat tips met hoe je moet ademen en dat soort dingen. En de verloskundige heeft ook een speciale cursus en dat is meer van hoe de bevalling verloopt, ontsluiting en al dat soort dingetjes. Midden, ja, hoe het gewoon echt zal gaan bij iedereen, zeg maar, de fase iedereen doorloopt. Dus dat ga ik dan wel doen en... ja, ik denk dat het belangrijk is dat ze gewoon rustig blijft. En ik heb er op zich wel ja, een soort van zin in. Ja, ik heb er ook vertrouwen in of ja. Zo. Komt ook wel goed. En je krijgt dus, ja, wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk. Ja. Ja. Friendship goals tijdens een zwangerschap. Vond ik een hele leuke vraag. Oh ja, dat is een hele leuke. Ik vind het natuurlijk helemaal geweldig dat, dat je zwanger bent. Dus we hebben het er natuurlijk heel veel over. En je bent natuurlijk de 20 weken grens gepasseerd. Dus dat betekent shopping time. Yes. En wij gaan samen op pad voor de kinderwagen. Nou, super leuk om mee te gaan. Ja, vind ik echt super leuk. En ja, we hebben het er gewoon heel veel over. Ja, ik ga trouwens ook nog mee naar een 3D echo. Dat gaan we ook nog plannen inderdaad. Dus heb ik ook hoeveel weken moet dat? Ja, wel moeten we wel gaan plannen nu. Tussen de 24 en 32 of zo. Oké, gaan we dat dan plekken. Dus dan kunnen check. We het mannetje goed. Ook kijken. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wie weet heeft hij al haar. Ja, ik hoop het. En friendship goals met de kids. Want nu ben ik alleen mama van 3. Maar jij wordt ook mama. En Teresa en ik spreken elkaar wekelijks. En we spreken veel af. Vaak zijn mijn kinderen er ook bij. Maar straks is hij er ook bij. Ik neem hem gewoon mee. Meestal kom ik naar jou. Want dat is gewoon makkelijker. Omdat je 3 kids in de auto hebt. Ik kom naar mij. En ik heb nu nog niks van kinderen thuis. Maar ja. Ja, straks wel. Straks natuurlijk. Wel natuurlijk. Maar... En dan is het juist wel makkelijker. Want een baby is makkelijker als ik jou kan. Ja, dat is waar. Maar ik voel me hier ook gewoon thuis. Voor mij maakt het niet uit of ik thuis zit of dat ik bij jou ben. Ja. Maar ja, het nieuwe huis komt ook een extra babykamer. Weet je niet dat ook? Maar mijn baby niet. Voor dat jou idee. Ja, ja. Oké, is goed. Fippie kamer is goed. Nee, maar dat, ja, er zal iets gaan veranderen. Maar volgens mij is het super leuk. Ik denk ook dat Feline en jouw baby zitten natuurlijk. Ja, die zitten. Zitten dan het dichtst op elkaar natuurlijk. Dus zodra jouw mannetje ja, ook echt al een beetje begint te spelen, denk ik dat die heel veel van elkaar hebben. Maar ik denk dat Lana ook zich echt als een moedertje gaat gedragen. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja. En dan gaan we gewoon leuke dingen doen. Dan gaan we gewoon, ja, wat we nu ook allemaal doen. Gewoon lekker uitstapjes of naar de speeltuin, picknicken. Ja, of naar het bos inderdaad. Of gewoon, gewoon in de speeltuin. Of gewoon lekker wandelen. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld natuurlijk. En ik heb een verrassing. Dat hebben we niet verteld. Ik hou er allemaal niet van, oké. Waarom denk je dat niet van? Ja. Zo flauw, dit had ik dus niet. Ik ga het even pakken hoor. Het zit hierin. Oké. Wel een goede kleur. Je mag ze open. Oké, nou ik ben er wel benieuwd. Zo. Dit haal ik eruit. Ik ga nu even kijken wat het is. Ik zie hier, dat is heel grappig, er staat hier, dit is een ster en dan staat er op baby Chaturi. Zo gaat hij, ja dat is de achternaam, niet dat hij Chaturi gaat eten, dat is de achternaam. Nou. Even voor de misverstand. Star Certificate. Een speciale certificaat. Ik heb een ster laten benoemen naar jouw babytje. Echt? Ja. Oh, wat bijzonder. Want jij bent voor mij echt een lichtpuntje in mijn leven. En ik weet nu al dat jouw babytje dat ook gaat zijn. Niet kan huilen. Nee, moet je echt niet houden. Ja, sorry. Ik heb helemaal jouw middel van hormonen als ja, ik. Ja, en oh, het idee dat hij er straks is. Ja, voor mij, ik vind het zo leuk en zo speciaal. En ja, ik hou nu al gewoon heel veel van hem. Oh, en, ik vind het een heel bijzonder cadeau, omdat ik kan hem ook laten zien, de ster. Oké. Okay. Want je kunt hem dus ook... Dit is gewoon een echte ster. Een echte heelal. Ster, echt dus. Hemel. Oké. Okay. In het heelal, ja. Oh, wauw. En je kunt er dus op een app bekijken, de OSR app. Oh, hier staan ook echt die coördinaten. Dit, ja, dit is dus echt jouw babytje. Oké. Okay. En de datum heb ik die datum gekozen. Oh, wauw. Want dan ben je uitgerekend. Ja, klopt. En dit is bijvoorbeeld de app. Oh, dat is apart. Ik zal wat beelden ertussen plakken. Het zit dus hierin. Een mooi mapje. Ja, dit is eigenlijk het hele sterrenstelsel. Mm-hmm. Wil je even laten zien? Dus je kunt hem zeg maar ook, je kunt dit dus heel mooi ophangen. Oké. Okay. En hier zit dus, a star is born, a beautiful baby boy. Ah. Er is nu in het heelal, in de ruimte, daar is een ster genaamd naar baby Chaturi. Oké.
dat apart. Ja. En die kun je dus zoeken? Met de app. Met de dus app, we gaan even de code invullen. Want je kunt hem ook op je kunt op Android en op iPhone. Oh, hier staat op het certificaat staat de code dan. Oh ja, hier ook. Wacht. Oké. Okay. Dan gaan we hem zoeken. Toon op de kaart. Dan gaan we naar hem toe. Oh, kijk nou. En daar is hij. En je kunt het dus ook op de website zien. Ik zal even screenshots daarvan tussen plakken. Ik zal het eigenlijk jou ook op de computer laten zien. Maar ja, je kunt hem hier dus echt zien. Je hebt dan ook het certificaat dat het echt jouw kindje is. Ja, oh wat leuk. Leuk hè? Ja, echt heel bijzonder. Ik vond het echt zo'n leuk idee. Ja, het idee, het is bijna moederdag en jij wordt moeder. Dus ja, het gewoon heel speciaal. Ik vind het echt heel bijzonder. Ik ken het echt niet. Je kunt hem bijvoorbeeld zo op zijn kamertje hangen. Ja. Dus ja, dankjewel. Ja. Echt een heel mooi moederdag cadeau. Ik ben niet echt nog eens moeder, maar nu al een mooi moederdag cadeau. Oh, wauw. Nou, in de volgende vlog gaan jullie zien dat wij een kinderwagen gaan shoppen. Dus dat is heel erg leuk. En ik zal jullie in de vlogs ook wel een beetje meenemen in het hele dingen die we doen. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Heb je nog vragen? Wil je nog meer kletsen over zwangerschap? Laat het hieronder bij de reactie. Hoe heb jij jouw beste vriendin verteld dat je zwanger was? Ik ben wel heel benieuwd. Vind ik wel heel erg leuk om te lezen. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag de volgende video weer. Doei! Doei doei!